Hallo, ik ben Martalina Thomassen. Ik heb ooit een gedichtenbundel geschreven, Geef mij de waarheid. En daar had ik zoveel spijt van, dat ik eigenlijk kreeg zoveel domme vragen en zoveel spijt van dat ik dacht van ik ga nooit meer dichten. Maar ja, ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten, want de stroom van gedachten blijft maar komen. En daar gaat ook dit hele korte gedichtje over, dus jullie hoeven niet lang te lijden. Wonderlijke gedachten. De stroom van wonderlijke gedachten meandert al dan niet rustig van cel tot cel. De uitwendigheid die te zien is, geeft nauwelijks weer de kokende wanordelijke structuur van een nooit rustend brein. De waarneming wordt verwrongen door ogenschijnlijke keurigheid en een vlotte welsprekendheid van een gezegdelijke persoonlijkheid. De stroom van wonderlijke gedachten meandert al dan niet rustig van cel tot cel, tot de dood erop volgt. Dank u.